Mevrouw Bulthuis, de telefoon mag u wel aan het oor doen. Ja, en? Kijk. Ah. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. Die dat er van motten, die wonen er pas. Wonderphone is een, eigenlijk een omgebouwde oude telefoon met een draaischijf. En een heel specifiek type van PTT, de T65, die vroeger iedereen had. En die is dan omgebouwd tot eigenlijk een soort van jukebox, waar als je een nummer draait, een liedje gespeeld wordt. Het is bedoeld voor demente ouderen. Ja, zo'n telefoon met draaischijf is voor hun herkenning. En als er dan ook nog liedjes op staan die ook uit hun tijd zeg maar komen, wat ze nog herinneren, dan slaat dat aan. Even Brielle bij jou hoor. En ik zag dat en zo is het begonnen. Ik had alleen niet zo'n toestel, dus ik heb een oproep gedaan op Facebook en een beetje tot mijn verbazing. Heel veel enthousiaste reacties, een aantal toestellen gekregen, maar ook aanvragen van mensen die ook zo'n ding willen hebben. Dus ja, dat, zo is het gegaan. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dat van worden in mijn oude jas. Hahaha, leuk! Wat je ziet wat er gebeurt als een demente oudere de telefoon oppakt, is dat ze een nummer gaat draaien en ja, dan onmiddellijk een reactie heeft van oh, hey, dit ken ik. Vaak beginnen ze dan ook mee te zingen. Ja, dat is de mooiste beloning die je kan krijgen als een oudere zo gaat meezingen. Dat is eigenlijk waar je het voor doet. Ja, zo kom wie met zijn handen de winter wel duurt. En dan komt Jordi van de kop er weer vuur. Mij was de boom, die kwam zo slecht op. En de strutten steekt nou weer eens op. Leuk, hè? Mooi, hè? En nou? Hou eens verder, kerel. Hij doet niet meer. Nou, dan draaien we gewoon ook hier.